De regeringsraad heeft gisteren besloten om het algemeen minimumuurloon per 1 februari 2023 vast te stellen op 38 SRD en 50 cent. Minister Stephen McAndrew van AWJ geeft aan dat een werknemer ingaande februari minimaal 6.000 SRD zal moeten verdienen. Tevens zal de belastingvrije grens onder dit bedrag zitten. Het directoraat arbeidsinspectie zal erop toezien dat werkgevers, ongeacht welke sector, zich aan het nieuwe vastgestelde minimumuurloon zullen houden. Leslie Ramdani, districtsgovernor van Rotary International in het zuidelijk Caribisch gebied, heeft tijdens een beleefdheidsbezoek enkele milieuprojecten besproken met president Santokki. Ramdani heeft het staatshoofd geïnformeerd over de projecten die de internationale organisatie uitvoert om het leven van gemeenschappen te verbeteren. Daarbij zijn er enkele samenwerkingsmogelijkheden besproken. Ramdani heeft ook aangegeven dat beleidsmaatregelen die betrekking hebben op verwerking van afval kunnen helpen bij de uitvoering van milieuprojecten. Daarom hoopt hij dat er aan wetgeving gewerkt wordt om afval te scheiden. Het ministerie van Volksgezondheid heeft met alle betrokkenen in de eerste lijns zorg besloten om alle klinieken eind 2023 te automatiseren. De klinieken dienen uiterlijk 1 januari 2024 digitaal te werken, waarbij ze geleidelijk zullen worden gekoppeld aan het Health Information Exchange platform van PAHO. Het departement zegt in een persbericht dat ook de verzekeraars hierachter staan en dat zij het initiatief ondersteunen. In de afgelopen 2 jaren is er hard gewerkt om de huisartsenzorg in Suriname tot dit punt te brengen.